paratuberculose is nog steeds een moeilijk te beheersen probleem voor melkveehouders. De boosdoener is de MAP-bacterie, die leidt tot magere koeien en verminderde melkproductie. Bij gezonde dieren worden voedingsstoffen via de wand van de dunne darm geabsorbeerd in het bloed. Wanneer dieren besmet geraken met de MAP-bacterie, treedt er een immunologische reactie op. Onder andere de wand van de dunne darm gaat opzwellen. Hierdoor kunnen voedingsstoffen niet meer geabsorbeerd worden. ILVO biedt nu een oplossing om verspreiding binnen de hoeve te beperken. Naast algemene hygiënemaatregelen hebben wij een oplossing bedacht om de overdracht te beperken van moederdier naar kalf. Melkveehouders kunnen hun biestmelk naar de foodpilot brengen waar ze gezuiverd wordt door middel van verschillende centrifugatie- en verhittingsstappen. De kwaliteit van de biestmelk blijft optimaal bewaard. Wat biestmelk zo bijzonder maakt, zijn de antistoffen. En die willen we zeker aan het kalf meegeven. Deze techniek biedt de mogelijkheid om bedrijfseigen biestmelk MAP-vrij te maken, met behoud van de voedingsstoffen. De biestmelk wordt in gemakkelijk te gebruiken porties gepompt. Met deze service kunnen melk- en rundveehouders hun bedrijfsspecifieke biest laten zuiveren van de MAP-bacterie.